Vandaag in Als Elke Seconde Telt, vrij rustige jaarwisseling in Brabant. Megabrand op industrieterrein Moerdijk. Man uit Os verongelukt bij ongeval. Fietsengooiers opgepakt in Bergen-op-Zoom. Zwaar gewonden bij ongeval in Stamperschat. En gewonden bij ongeval op A58 bij Bavel. Dit is Als Elke Seconde Telt. Op het industrieterrein Moerdijk heeft woensdag een flinke brand gewoed in het chemicaliebedrijf Chemipak. De brand brak woensdagmiddag rond 2:30 uit bij het bedrijf. Chemipak, waar ongeveer 50 mensen werken, heeft een tiental opslagtanks van 23.500 liter. In die tanks worden brandbare, giftige en bijtende stoffen opgeslagen. Tijdens het aanrijden heb ik aangegeven om Zuid-Holland-Zuid in kennis te stellen van deze brand. Daar ik zag dat deze zwarte rookwolken richting Zuid-Holland-Zuid gaan. Dus zijn er aanwijzingen dat er giftige stoffen in die rookwolk zitten? Er zitten zeker giftige stoffen in deze rookwolken. Alleen de concentraties daarvan zijn onbekend. Maar daar zijn diverse meetploegen aan het meten en om dit in kaart te brengen. De politie meldde dat er geen gewonden zijn gevallen bij de brand in Moerdijk. Omdat er met chemicaliën gewerkt wordt en er kans was op explosies, rukte de brandweer uit met groot materieel. Ook de brandweer van Breda assisteerde. Er staan diverse stoffen op het terrein. Het bedrijf is samen met de collega dit in kaart aan het brengen en waar de zwaartepunten voor ons liggen. Er zijn de diverse zwaartepunten natuurlijk al bekend en die zijn wij aan het afschermen. In diverse gemeenten bij Moerdijk is woensdagmiddag het luchtalarm afgegaan vanwege de brand. De rook dreef richting Dordrecht. Er zijn nog een paar loodsen intact, die proberen wij nog wel te redden. Zo het er nu uitziet gaat dat ons waarschijnlijk lukken. Ik kan geen garanties geven natuurlijk. Het jaar 2011 begon natuurlijk met het afsteken van vuurwerk en plaatselijk gebeurde dat in de dichte mist. Het jaar was nog maar net enkele minuten oud of politie, brandweer en ambulances moesten al uitrukken voor allerlei incidenten, brandjes en ongelukken. In de regio Tilburg werden maar liefst 80 brandjes gemeld. In een appartementengebouw aan de Willem-Dreeslaan in Dongen ontplofte een vuurwerkbom in een brievenbus. In Kaatsheuvel boorde een auto zich in een woning. 3 ambulancemedewerkers werden beledigd of agressief bejegend tijdens hun werk. Ziekenhuizen in de regio hadden hun handen vol aan het aantal mensen dat zich met allerlei verwondingen melden bij de eerste hulp. In de regio rond Den Bosch is de jaarwisseling niet anders verlopen dan een andere drukke horecanacht. Ook in Zuidoost-Brabant bleef het relatief rustig. Wel waren de huisartsenposten in de regio's Den Bosch en Eindhoven tijdelijk telefonisch slecht bereikbaar als gevolg van een storing in het landelijk UPC-netwerk. Bij een geweldsincident in de Dansarto-straat in Tilburg is een 29-jarige inwoner van die stad om het leven gekomen. Volgens buurtbewoners probeerde een groepje van zo'n 5 mannen een bewoner van een huis aan de straat te overvallen. Die verweerde zich daarbij en daarbij vielen 1 of meerdere schoten. En bij een schietincident in de Van Goorstraat in Breda viel op nieuwjaarsdag een zwaar gewonde. De hoofdverdachte, de 21-jarige bewoner van het pand, zou per ongeluk, mogelijk tijdens een spelletje Russische roulette, geschoten hebben op 1 van de 4 personen die bij hem op bezoek waren.
De 20-jarige slachtoffer uit Terheide werd met een schotwond in het hoofd in het ziekenhuis opgenomen. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Man uit Os verongelukt bij ongeval. Een 33-jarige man uit Os is om het leven gekomen toen hij met zijn bestelbus tegen een boom aanreed. De man reed vanaf Empel richting Lid. Hulp van het ambulancepersoneel, brandweer en de gealarmeerde traumahelikopter mocht niet meer baten. Wat de oorzaak is van het ongeluk is niet bekend. Zwaar gewonden bij ongeval in Stamperschat. Een 19-jarige automobilist uit Oud-Gastel raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Stamperschat. De man reed over de parallelweg Noord toen hij door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijtraakte en tegen een boom botste. Hij werd door de brandweer uit het wrak verwijderd. Hij heeft een op meerdere plaatsen gebroken bovenbeen en kneuzingen in het gezicht. Gewonden bij ongeval op A58 bij Bavel. Een auto op de A58 is bij de afrit Bavel uit de bocht gevlogen en in de bosjes naast de weg beland. De bestuurder, een 74-jarige man uit België, moest door de brandweer uit zijn auto worden bevrijd. Vervolgens is hij per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Fietsengooiers opgepakt in Bergen-op-Zoom. Drie jongens van 14 jaar zijn in hun woonplaats Bergen-op-Zoom aangehouden. In september beklommen ze met een gestolen rijwiel een flat aan de Heiningen en gooiden hem naar beneden. De daders vonden de actie zo leuk dat ze een filmpje ervan op YouTube plaatsten. Dat ze die video later weer verwijderden, kon hun aanhouding niet verhinderen. Een ander had de beelden bewaard en speelde die door aan de politie. Niemand werd door de naar beneden suizende fiets geraakt. Maar goed ook, zo stelt een woordvoerder van de politie, want dat had verkeerd kunnen aflopen. De daders zagen dat anders. We hadden eerst goed naar beneden gekeken of er niet toevallig iemand aankwam, verklaarde een van hen tijdens het verhoor. En dan is er nog een ander YouTube-filmpje en daarom onderzoekt de politie of het drietal meer op zijn kerfstok heeft. Mogelijk zijn ze eveneens verantwoordelijk voor het met vuurwerk vernielen van een bushokje en een vuilnisbak voor de flats.